Hallo jongens, mijn naam is Albertina. Ik kom natuurlijk uit Enschede. Ik heb zoveel plezier hier in Sydney, in Australië. Ik heb gekozen om dit geweldig trip te doen, omdat het gewoon, ja, je maakt het maar één keer mee in je leven. En ik ben zo blij dat ik hier in Australië ben. Ik ben via een travel agent, ze hebben mij geholpen. En via hun ben ik gekomen via, ik ben hun naam kwijt, sorry. Alliance Ride. Ze hebben mij heel erg geholpen met interviews en zeg maar een werkgebied hebben ze mij geholpen. Door hun ben ik, heb ik een baan gekregen in een zeg maar vier star hotel. Mensen daar, de collega's, geweldig, top team. En ja, ik werk in housekeeping, maar het gaat wel, is wel leuk. En dus je hebt een super time. En Sydney is gewoon geweldig. Het is een van de wereldsteden. En je kunt zoveel dingen doen. Het is gewoon, ja, natuurlijk, ik kom uit Enschede, een kleine stad. Als je hier komt, heel veel mensen. Veel activiteiten. Ik heb echt veel dingen gedaan. Ik heb een tour naar de Blue Mountains gedaan. Ik heb de bridge climbing gedaan. En ja, ik kwam hier in februari. Er was zomers. Echt warm. Nou, dus je kunt gewoon naar de strand gaan, de bus pakken en een keer gewoon naar de strand. Naar Mandalay of Bondi. En natuurlijk, de Opera House natuurlijk, ben ik ook geweest. Ja, ik woon echt denk 25 minuten van de Opera House. Ik kan echt zo vaak naar de Opera House gaan. En we hebben echt leuke activiteiten. We hebben twee weken terug. Of deze week is nog zeg maar de Vivid met die lights. Oh, geweldig. En ik ben hier nu in Melbourne. Dat is ook heel geweldig. Ik kan nog veel dingen doen. En ik ga binnenkort natuurlijk naar Tasmania. Wel wat kouder, maar gaat wel. En dan ga ik naar de Center for Australia. En dan ga ik naar de Alice Springs en de Rocks. En gewoon alle culturen dingen. Ja, dit is gewoon geweldig. Als je van reizen houdt en je wil de andere kant van de wereld, dan moet je echt Australië pakken. En dit combinatie, zeg maar, dat je een jaar. Nou, voor mij, je kunt kiezen, zeg maar, 6 maanden. Of je kunt kiezen voor een jaar. Voor mij was een jaar gewoon perfect. Omdat, en ik kan lekker werken. En dan gewoon met mijn combinatie van werk kan ik gewoon, ja, alle dagen pakken. En in Australië is het gewoon makkelijk dat je kan vliegen naar de andere steden. Of je kan er gewoon een dag maken waar je naartoe wil gaan. En in combinatie met je vrije dagen. Maar echt, als je houdt van reizen en je wilt aan de andere kant van de wereld zijn, is Australië echt aan te raden om dit te doen. En vooral met een agency die jou helpt om jezelf hier te komen. En die geeft je echt tips, nou, waar je kunt zoeken, zeg maar hostels en met je bankgegevens. Je komt hier in, je moet werken aan je Engels en allemaal. Onze regels, hoe het in Nederland wordt geregeld. En dan is het gewoon met heel veel papieren werk natuurlijk. En daarom is het wel belangrijk dat je via een agency gaat. Is het de keuze aan jezelf. Maar als je in een grote stad komt en je kent mensen niet. En dan is het gewoon heel handig dat je iemand, een contactpersoon hebt die jou een beetje kan helpen. Niet zeggen dat ze 24 uur gaan helpen of zo. Maar ze kunnen wel, als je gewoon heel veel vragen hebt met papierwerk of over de werk, zeg maar, jobs. En later met je tax terug, zijn ze om daar te helpen. Ja. Ik heb wel heel veel meegemaakt dat mensen zelf hier komen. Ja, en dan hebben ze geen werk. En dan hebben ze geen, kunnen ze niet veel uren maken. En dat heb ik wel via hun. Nou, ik heb bijvoorbeeld, ik werk fulltime. En dat staat gewoon op papier. Je hebt gewoon net je contract. En dat is. En dat is gewoon heel fijn. Je weet wat je hebt. En dan kan ik lekker reizen en mijn dingen doen. Ja. Dus aan te raden. Komen. Die heb ik.